Hij staat in ieder geval open. Ja. Dat is wel heel wat. Nou, welkom bij mijn presentatie. Hoe doe ik dat ding op volledige scherm? Ja. Laten we zien. Even kijken. Heb je dat dia volgens een knopje bovenin? De rechts? Rechts. Ja, die. Dit. Nee, die. 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 Ja. Oké. Okay. Moeten we weer even laten? Ja. Ja. Kijk. Ah. Nou, welkom bij mijn presentatie van het verbeterplan werken volgens de praktijkrichtlijnen fysieke belasting. Dus van de afdeling in de pool. Ja, mijn naam is Diane Wortel. Ik werk al 15 jaar in de zorg. En van de 15 jaar ben ik 4 jaar ergo-coach. En vandaar dat ik ook heb gekozen om hiermee aandacht aan te besteden op de afdeling. Met mijn ervaring. Ik zal het hebben over mijn introductie heb ik net gedaan. Waarom ik voor dit onderwerp heb gekozen. De fysieke belasting. Overbelasting komt voorbij. Praktijkrichtlijnen fysieke belasting. En de tilthermometer. Protocollen, wetgeving, beroepscode VNVN. Mijn rol en mijn visie. Ethisch vraagstuk. Uitkomst van de enquête die ik op de afdeling heb gehouden. En wat heb jij nodig om ervoor te zorgen dat iedereen gaat werken volgens de praktijkrichtlijnen fysieke belasting? En dan de vragenronde en dan sluit ik het af. Even kijken. Ja. Even. Nou. Ik heb al verteld, vanwege mijn ervaring als ergo-coach heb ik ervoor gekozen om ook iets hier mee te doen op de afdeling. Want het komt nog steeds te veel voor dat er hulpmiddelen worden ingezet en die worden niet gebruikt of niet op de juiste manier of niet altijd gebruikt. En dat kan zowel voor de zorgverlener als voor de zorgvrager belastend zijn. Maar je kan ook schade aanrichten aan jezelf of aan de bewoner. Dus ik vind dat er verandering in moet komen. En dat wil ik bereiken met deze presentatie. Ik heb het plan of het doel van mijn verbeterplan is ook dat iedereen gaat werken volgens de richtlijnen van de praktijk. De praktijkrichtlijnen, fysieke belasting. En natuurlijk kunnen er afwijkingen zijn, maar als je het goed kan onderbouwen, dan kan je altijd kijken van waarom hoeft het bij die persoon niet, waarom bij die persoon wel. Dus het doel is dat iedereen de praktijkrichtlijnen vooral gaat gebruiken om overbelasting te voorkomen op de afdeling. Dat heb ik al verteld, waarom dit onderwerp. Ik heb een filmpje die ik wilde laten zien. Alleen op de laptop gaat het niet zo als ik het wil. Maar ik heb het op de iPad wel. Dan laat ik het op de iPad even zien. Ja. Dus hier zo. Het gaat allemaal met die techniek. Dus eigenlijk niet mee vandaag. Nee. Dit is de PowerPoint. Even kijken. Ja. Ik ga hem zo zetten dat jullie kunnen kijken. En dan wordt in het filmpje wordt omschreven wat fysieke belasting is. Zorgmedewerker zelf. Het heeft ook invloed op de zorgcontinuïteit en op de cliënt.
zorgmedewerkers te volgen. Hierin staat precies aangegeven wanneer een handeling te zwaar wordt en wat er in die situatie moet worden verbeterd. Ook zijn er handige hulpmiddelen, zoals de deelthermometer, om vast te stellen of er sprake is van fysieke overbelasting. Of de beleidsspiegel, waarmee je inzicht krijgt of het organisatiebeleid op orde is. Zo kan iedereen in de verpleging, verzorging en thuiszorg gezond werken. Dat was hier? Ja. Ja. Daar staat toch duidelijk omschreven in het filmpje wat het inhoudt? Ja, zeker. Nou, de volgende dia. En dan ga ik het hebben over de protocollen, de wetgeving en de beroepscode. Binnen Jorenzorg hebben we ook een protocol fysieke belasting. Ik heb de belangrijkste punten daaruit gehaald. En daar staat dat iedere gezond en veilig werken is de verantwoordelijkheid van iedere medewerker die binnen Jorenzorg werkt. En medewerkers door middel van training, scholing, voorlichting en aanschaf van nieuwe hulpmiddelen bijvoorbeeld, probeert Jorenzorg daarin te faciliteren. En medewerkers hebben daarbij ook de plicht zich te houden aan de regels en de afspraken. Naast de protocollen heb je ook de wetgeving, fysieke belasting, en dat staat omschreven in een ARBO-besluit. En daarin staat, in het ARBO-besluit staat dat de fysieke belasting geen gevaar mag zijn, met zich mee mag brengen voor de veiligheid en de gezondheid van de medewerker. De wet kwaliteit, klachten en geschillen, zorg, een WKKGZ, verplicht zorgaanbieders hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Zorgaanbieders zijn zorginstellingen, maar ook solistisch werkende zorgverleners. Dus Jorenzorg zorgt ook ervoor dat de hulpmiddelen worden aangeschaft. En ze geven trainingen, protocol is aanwezig. Het is aan ons om ook de ARBO, een aandachtsfunctionarissen zijn er op de afdelingen. Ik noemde het ergocoach, maar binnen Jorenzorg heet het ARBO, aandachtsfunctionaris. Die zijn aanwezig waar je ook terecht kan. Dus Jorenzorg biedt voldoende aan om je ook daaraan te houden. Maar naast de protocollen en de wetgeving heb je ook de beroepscode waar je je aan moet houden. En ik heb uit de beroepscode gehaald: als verpleegkundige verzorgende handel ik bij de uitoefening van mijn beroep naar de normen, richtlijnen, protocollen, gedragsregels en eisen van zorgvuldigheid die invulling geven aan goed hulpverleningschap, dus van professionele standaard. Dus bij je diplomeren leg je een eed af en dan hoor je ook te houden aan de beroepscode. Ja. En dan kan je niet gaan zeggen van ik doe dat niet of het gaat sneller. En, het hoort gewoon bij je werk, bij je beroep. Ja. Nou, mijn rol en mijn visie. Als ARBO-aandachtsfunctionaris ben ik verantwoordelijk voor het op tijd inzetten van de hulpmiddelen op de afdeling, maar ik kan ook contact leggen met de fysio of met de ergo en collega's erop aanspreken als ik zie dat het niet gebeurt zoals het hoort. Dus ik geef dan ook ongevraagd en gevraagd advies of feedback. En mijn visie is van, we hebben allemaal maar één lichaam, we zijn er voor verantwoordelijk om zo lang mogelijk ook door te kunnen werken. En als je lichaam kapot werkt, je krijgt geen ander. Dus wees er zuinig op. En als je goed voor jezelf zorgt, kan je ook goed voor de anderen zorgen. Dus ja, dat is mijn visie in de zorg. Dat is het belletje. Ja, dat is belangrijk. Ik heb de uitkomst. Voordat ik de uitkomst van de enquête ga bespreken, had ik ook ethische vraagstukken van collega's. Die geven aan: zorgvragers die nog zelfstandig lopen, hoeven niet op de douchestoel gedoucht te worden. Dat is één. Twee is: soms is het sneller werken zonder hulpmiddel dan met het hulpmiddel.
En de derde is, zonder het hulpmiddel gaat het zowel voor mij als voor de zorgvrager makkelijker. Het eerste, zorgvragers die zelfstandig kunnen lopen, hoeven niet op de douchestoel gedoucht te worden. Daar kan er naar gekeken worden, want daar heb je een punt. En dan kijk je, wat kan de cliënt nog zelf? En moet je het afnemen door de cliënt op de douchestoel te zetten? Dus dat, daarmee kan je onderbouwen waarom je de douchestoel niet gebruikt bij die zorgvragen. Soms gaat het sneller werken zonder hulpmiddel dan met hulpmiddel. Dat klopt. Maar daar zit juist het gevaar in. En je hoeft maar een verkeerde beweging te maken en je bent uitgeschakeld of langdurig ziek. Ja. En zonder hulpmiddel gaat het zowel voor mij als voor de zorgvrager makkelijker. Ik vraag me af als het daadwerkelijk voor de zorgvrager makkelijker gaat. Want in heel veel gevallen zorg je voor meer overbelasting voor de zorgvrager dan voor jezelf. Ja. Dus dat waren ze ethische vraagstukken. Er hebben 7 collega's meegedaan met de enquête. Van de 7 collega's geeft Salem alle 7 aan dat het zwaar is. En alle 7 geven ook aan dat er voldoende hulpmiddelen aanwezig zijn. En waarom ze het niet gebruiken. Ze hebben 6 van ze aangegeven dat ze geen tijd hebben. Ik denk dat ik hier beter kan lezen. Ook 6 hebben aangegeven dat ze er geen meerwaarde in zien. 2 hebben aangegeven is makkelijker zonder. En geen tijd is al een voorbij gekomen. Het waren wel cijfers waar ik van schrok hoor. Vooral dat ze geen tijd hebben. Maar ik vraag aan Angelique, als jij de cijfers zo hebt gezien van de enquête, je hebt de ervaring op de afdeling, wat heb je ervoor nodig om te zorgen dat iedereen gaat werken volgens de praktijkrichtlijnen, fysieke belasting? Wat zou jij nodig hebben om altijd die hulpmiddelen te gebruiken? Nou, ik denk ook dat de collega's elkaar erop moeten wijzen. Ja. Want ik heb ook wel eens, ja, dat ik denk, oh, doe vlug even zo, inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja, ik betrap mezelf er ook op, hoor. Dus, en het is al heel wat dat je er bewust van bent. Ja. En hoe denk jij erover? Wat denk jij dat... Nou, ik denk dat ik heb dat ook wel, natuurlijk. Maar ik denk dat het stukje het geen tijd hebben, of het gevoel dat je geen tijd hebt, ook gewoon komt... Doordat mensen te veel werkdruk ervaren. Ja. Dus ik denk dat als jij met het team bijvoorbeeld in de dag start gaat kijken, oké, waar ligt de druk en hoe ga ik dat voorkomen, denk ik dat mensen ook wel meer de tijd nemen om wel die hulpmiddelen te gebruiken en wel de tijd daarvoor te nemen. Ja. Het zijn natuurlijk punten die we bespreekbaar moeten maken, want het moet ook onder de aandacht gebracht worden. En de werkdruk moet geen reden zijn om ongezond te gaan werken. Nee, dus, nee, maar ik snap dat. Ja. In ieder geval, als ik naar mezelf kijk, is inderdaad dat is sneller, even snel. Ja. Als ik dat gevoel heb, oh, moet ik er zoveel doen, dan denk ik van, oh, doe ik die wel even snel. Ja. Doe even snel zo draaien van bed af, in plaats van dat ik het echt verantwoordelijk eerst bed omhoog. Ja. Als voorbeeld. Als ik naar mezelf kijk, dan is dat vaak het ding waarom ik ervoor kies om even snel zoiets even snel te doen, in plaats dingen van het op de verantwoorde manier te doen. Ja, ik heb het met de steunkas uitdoen. Ik pak niet altijd de dof en donder, maar ik spreek mezelf daar ook op aan. Totdat je ook iets voelt een keer. Dat moet ik niet meer doen. En het is voor de kou is ook niet goed, hè? Want nee, voor de kou is niet goed en voor de bewoner zelf ook niet goed. Nee. Ik heb dat. De cijfers van de. Ik ga dit nog even zo laten. Die cijfers van de enquête, daar heb ik al besproken met jullie. Maar wat vind je zelf van die cijfers? Ja, ik schrik ervan hoeveel mensen zeggen inderdaad dat er geen tijd voor is. Want ik denk dat je die tijd zelf moet maken. Ik snap wel de gedachtegang van mensen, ook weer wat ik net zei, dat ze denken is sneller. Daar betrap ik mezelf gewoon het makkelijkst op. Dan denk ik, oh, bed even dichtgooien. Of niet het bed omhoog, want dat kost weer tijd. Ja. Zo kan het ook al even. Ja. Ja, de argument dat je geeft en jouw visie ook.
dat het gewoon echt, je moet gewoon zuinig zijn op je lichaam. Je ziet hoeveel mensen eruit vallen doordat ze rugklachten, schouderklachten hebben. En door er langdurig uit te vallen, dan kost het de organisatie geld, want ze moeten jou doorbetalen. Jouw team moet harder gaan werken, want ze moeten jouw werk oppakken. En jij moet ook vervangen worden. Dus ze gaan iemand in moeten huren als ze niemand binnen het team kan oplossen. En dat brengt ook kosten met zich mee. Dus het is wel belangrijk om je bewust van te zijn. Ja, ik wou net zeggen, vaak doe je het onbewust, denk ik. Ja. Het is niet alleen maar even snel, want het is je eigen lichaam, maar het speelt natuurlijk zoveel meer mee. Ja, dus daar komt heel veel meer bij kijken. Ja. Dus ik probeerde ook achter de cijfers te komen van stroom 1 breed, hoeveel mensen zich ziek melden vanwege fysieke klachten. Ja. Maar daarover mochten ze geen informatie geven vanwege de privacywetgeving. Nee, ik heb wel vernomen dat de meeste ziekmeldingen 60-70% zijn van stroom 1 die met fysieke belasting te maken heeft. Dus het is heel wat. Ja. Dus, en ik vind wel dat er verandering in moet komen, want de zorg, nieuwe normaal, personeelstekort en werkdruk gaan we ervaren. En als je gezond aan het werk bent, fysiek gezond bent, dan werk je alleen maar prettiger en dan kan je ook langer blijven werken, vind ik. Ja. Maar ga je daar nog iets mee doen dan? Met de we gaan er zeker iets mee doen. In het volgende overleg gaan we dat met het hele team zelf bespreken. Dan gaan we kijken wat anders kan. Ja. Wat zijn nou jouw acties daarvoor? Gewoon bespreekbaar maken? Of heb jij al acties uitgezet? Het is uitgezet om de douchestoel te gaan gebruiken, waar het ook is in het zorgplan staat. Ja. Maar niet alleen de douchestoel, ook de glijzeilen, de dof en donor. Het bed hoog en laag zetten als je iemand aan het verzorgen bent. Dus daar gaan we in. Ik heb gesprekken gehad met Irma, de regieverpleegkundige, coördinerende verpleegkundige en de ARBO en functionaris van Jorgzorg. En het is de bedoeling dat iedere 6 maanden geëvalueerd gaat worden. Ja. Dan gaan we de tilthermometer invullen en kijken waar de hulpmiddelen ingezet moeten worden, of ze daadwerkelijk gebruikt worden en als ze aanwezig zijn. Dus het is de bedoeling dat er iedere 6 maanden geëvalueerd gaat worden per afdeling. En die tilthermometer, dat is een... De tilthermometer is een... ik ga het even... Daar hadden we al iets over gelezen net, maar... Ja, klopt. Die tilthermometer is de... Waar heb ik hem geschreven? Ja, ik heb hem. De tilthermometer is... daarmee evalueer je... het risico verplaatsen van personen in de zorg op basis van de mobiliteitsklasse waarin ze zich bevinden. Okay. Dat ziet er op tilthermometer. Dat is eigenlijk iets om dan bij opname al per cliënt te gaan kijken. Ja, en daar zijn ze mee bezig, want ze zijn bezig. Jij was er ook. Nee, jij was niet bij dat laatste overleg. Dat komt ook bij het opnamegesprek. Bij het opnamegesprek. Wordt alles dan meteen ingevuld, mobiliteitsklasse, welk hulpmiddel er ingezet moet worden. Dus dan is het geen grote verandering voor de bewoners zelf, want vaak krijg je weerstand. Hè. Het is goed om duidelijk te hebben, want als ik nou kijk naar de praktijk, dan krijg je een cliënt voor je en dan denk ik, hoe ga je die doen? Want iemand kan heel passief zijn, iemand kan er zelf meedraaien, dus wat ga je inzetten? Ja, klopt. Dat stukje zelf. Maar ook dat meedraaien, kan belastend zijn. Ja. Dus dan heb je in vele gevallen een glijzeil nodig om de persoon naar jou toe te trekken of van je af te schuiven, zodat je binnen je werkveld kan blijven werken. Ja. Ja, dat kan je misschien ook meteen de opname al zeggen. Dan moet je... Dus daar zijn ze mee bezig. Ja. Dat was mijn presentatie. Hebben jullie nog vragen? Ik denk dat die vragen net al wel van de band zijn. Ja. Dus, dan ga ik het afsluiten bij deze. Helemaal goed. Dankjewel voor jullie aanwezigheid. Ja.